De overheid moet meer doen voor kroongetuigen. Goedendag. Om de georganiseerde misdaad in Nederland goed aan te kunnen pakken, zijn kroongetuigen van grote waarde voor justitie. De beveiliging van de getuigen rammelt aan alle kanten, waardoor de levens van getuigen in gevaar kunnen komen. En dat moet anders. We praten hierover met misdaadverslaggever van de Telegraaf, John van den Heuvel. John, welkom. Ja, jij hebt deze week een pittige column geschreven. Voor wie de column niet geschreven hebt, wat was de strekking van jouw verhaal? Nou, het komt erop neer dat er eigenlijk veel gedoe is rond de bescherming van getuigen in Nederland. Getuigen in een strafproces. En dan heb je het vooral over mensen die bijvoorbeeld vanuit het criminele milieu, maar soms ook gewoon niet vanuit dat milieu, maar dingen verklaren over strafbare feiten, die direct gevaar lopen en die eigenlijk door de overheid beschermd zouden moeten worden. Ja. En daar is heel veel mis in. En ik heb een specifieke zaak beschreven. Dat is de zaak van de moord op de broer van een kroongetuige in maart van dit jaar. Ja. Die kroongetuige zou belastend verklaring afleggen over de mokromafia. Vervolgens werd de broer doodgeschoten. En nu hebben wij signalen opgevangen dat een deel van zijn familie na die moord in het buitenland is ondergebracht om veiligheidsredenen, maar niet meer terug kan keren in Nederland, omdat de overheid eigenlijk hier in Nederland niet voor de beveiliging kan zorg dragen. Nou, dat vind ik wel heel heftig. Oh, maar is dat dan puur omdat de capaciteit er niet is? Ja dat is inderdaad een capaciteitsprobleem. En het toeval wil, eigenlijk is het geen toeval, dat ik de afgelopen maanden meer geconfronteerd ben met verhalen van mensen die eigenlijk onder de beschermende vlag van justitie zouden moeten leven nu in deze periode. Vanwege de situatie die ik net schetste. Maar die toch niet die hulp en middelen krijgen om veilig te kunnen leven. Ja. En dat is ernstig. Wat natuurlijk heel erg van belang is op het moment dat je getuigen of kroongetuigen gaat inzetten in strafprocessen, dat je wel voor hun veiligheid kan zorgen. En als dat niet kan, ja, dan moet je als overheid, vind ik, maar afvragen of je dan die middelen nog wel kunt inzetten. Ja, wij spraken even met de advocaat Peter Plasman, die ook een kroongetuige heeft bijgestaan. En hoe hij daar naar kijkt, naar dat fenomeen. Justitie zegt steeds, wij kunnen niet meer de zware criminaliteit aanpakken als we niet over het middel kroongetuigen kunnen beschikken. Ja, en wanneer de bescherming niet op orde is, dan zullen kroongetuigen zich niet aandienen of minder snel aandienen. Dus dan kan ook niet gebeuren waarvan justitie zegt, dat hebben we echt nodig. Dus als je dit doet, als je gebruik wil maken van kroongetuigen, dan zul je heel goed moeten gaan beschermen. Ja. Nou, daar schort het dus aan. En je moet het, als ik het heel kort mag uitleggen, ja, zo zien dat je in Nederland heb je het getuigenbeschermingsprogramma. Dat is een heel rigide programma waarbij eigenlijk getuigen naar het buitenland gaan, 10 jaar hun familie niet meer mogen zien, een andere identiteit krijgen. Een programma dus wat wel efficiënt is, maar wat heel veel geld kost. Ja. Wat ook niet voor iedere getuige geschikt is. Dus de getuigen die niet binnen dat programma passen, maar toch beveiligd moeten worden, die vallen onder een heel ander stelsel. En dan moet je gaan denken dat die mensen op vakantieparken worden ondergebracht of in vakantiebungalowtjes. Dat die een noodknop krijgen als er iets aan de hand is waarmee ze dan alarm moeten slaan. Die dus niet 24 uur per dag de beveiliging krijgen die ze eigenlijk zouden moeten hebben. En daar problemen mee hebben. Ja. En houd het dan op? Is er niet nog een laag van af en toe een politieauto die sneller vaker langs rijdt of iets in die geest? Ja, dat zie je vaak in gevallen van huiselijk geweld. Hè. Dus dat noemen ze een afspraak op locatie. Dat op het moment dat iemand 112 belt en de centralist dat adres invoert, dan krijg je meteen de situatie duidelijk. En dan weten ze dat er meer politieauto's naartoe moeten bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is allemaal achteraf. Dat zijn eigenlijk maatregelen als het kwaad al is geschied. Kijk, een noodknop is heel aardig. Maar als je die pas kan indrukken op het moment dat je bent neergeschoten, heb je er ook niet zo heel veel aan. Ja. Dus er moet natuurlijk een veel breder pakket zijn. Maar dat kost geld, ja, dat realiseer ik me heel goed. Maar op het moment dat je dit soort vergaande opsporingsmiddelen wil inzetten, hè, getuigen wil inzetten en ze niet kunt beveiligen, dan vind ik dat je als overheid een heel groot risico neemt. Ja, we spraken ook even, Peter Plasman, over hoe intensief vooral die eerste categorie is. Hè, dat je echt helemaal naar het buitenland moet verdwijnen. Ja, die verdwijnt gewoon. En dat is dan meestal in een ander land. Omdat Nederland wat klein is. Dus je kunt in Nederland wat moeilijk iemand altijd uit beeld houden. Dus meestal is het een nieuw leven in een ander land. Ja, en een nieuw leven beginnen ergens anders, dat heeft natuurlijk hele zware consequenties. Contact met anderen, je moet eigenlijk alles opgeven wat je hebt. Dus dat kan op zich een zelfstandige reden zijn om er niet aan te beginnen.
John, een van de aanleidingen om hierover te praten is dat die Nabil, wiens broer is geliquideerd, eigenlijk zegt van ja, ik moet wel bepaalde garanties hebben, want anders stop ik er ook mee. Met andere woorden, ons systeem, wat jij zegt, loopt tegen de grens aan. En je hebt ook het woord kruideniersmentaliteit of woorden van gelijke strekking gebruikt in je column. Is dat besef er niet? Is het geld er niet? Hoe moeten we daar naar kijken? Ik denk het besef wel, zeker bij de mensen op de werkvloer, de rechercheurs of de politiemensen of de mensen van het Openbaar Ministerie die beveiliging moeten uitvoeren. Die luiden intern ook de noodklok. Die hebben ook zoiets van, ja, wij worden eigenlijk op pad gestuurd met gereedschap wat niet werkt of wat er gewoon überhaupt niet is. Ja. Dus het beschermen van getuigen kost gewoon geld. En de kennis en de mogelijkheden, die is er zeker. We hebben een professioneel apparaat dat daar absoluut toe in staat is. Maar als de beschikbare middelen niet voorhanden zijn, ja, dan is het een heel ander probleem. En dat bedoel ik met kruideniersmentaliteit. De overheid schetst steeds van, ja, we willen georganiseerde misdaad aanpakken. Ja. We willen daar veel geld in investeren. We willen de grote boeven vangen. Nou, die boeven vang je alleen als er informatie vanuit het criminele milieu doorcijpelt. Ja. Dus dat er getuigen kunnen worden ingezet. Ja, maar als je ze vervolgens aan een lot overlaat of ze op een bungalowpark zet met een niet werkende noodknop, wat dus daadwerkelijk gebeurt, ja dan moet je niet verwachten dat die strijd tegen georganiseerde misdaad heel succesvol zal zijn. Een ander probleem wat je aanstipt is dat die club van de politie die daar die dat moet uitvoeren, die hebben ongelooflijk veel vacatures en kunnen heel moeilijk aan mensen komen. Misschien een rare opmerking, maar is het dan tijd dat je de private sector er misschien ook misschien gaat schakelen? Misschien wel. Dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte. Kijk, het team waar jij het over hebt, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, dat is weer een andere organisatie die ook wel getuigen soms in noodsituaties moet beveiligen. Maar die zijn in principe voor diplomaten, koninklijk huis, politici, et cetera. Maar die andere club beveiligers, nou, je kunt je inderdaad afvragen of dat alleen maar door politie moet gebeuren, of dat je voor bepaalde taken ook particuliere beveiligers kunt inzetten. Alleen, die kost ook geld. Dus het blijft dat er gewoon meer geld voor beschikbaar moet komen. Maar het is dus, we hebben eigenlijk met de dood van de broer is eigenlijk aangetoond dat hoe zwaar die georganiseerde misdaad gaat. Hè, dat ze niet terugdeinzen. Ja. Je zou moeten zeggen, nu is het klaar, nu moet het ook echt gaan veranderen. Maar eigenlijk heb jij dit onderwerp al heel vaak aangestipt. Ja, ik heb de laatste jaren vaak geschreven over dat getuigenbeschermingsprogramma. Organisatorische vorm, vanwege zus Holleder ook nog eens erboven. Ja, maar ook waar in de organisatorische zin veel mis is gegaan. Maar je kunt van het programma zeggen wat je wil, maar daar zijn nooit slachtoffers in gevallen. Dus die hele beveiliging in dat programma werkt wel. Alleen op het andere vlak, dat stelsel bewaken, beveiligen, daar mag nog wel heel veel in gebeuren. En daar blijf ik op hameren. Want zonder dat je dat op orde hebt, zul je nooit echt die grote boeven gaan vangen. En breng je mensen gewoon in gevaar. Ja, nou is ook rondom die Nabil, die kroongetuige, is er ook gezegd door justitie destijds, maar niet alle familieleden willen het. En we horen het Plasman zeggen hoe zwaar hoe je leven verandert. Ja. Jij vertelt het. Het is eigenlijk ook een hele lastig te managen situatie. Ja. Want jouw broertje doet iets, of je broer, of je neef. Ja. En ik moet ook mijn leven omgooien. Ja, nee, dat is een punt. Dus het is Maar nu ontbreken gewoon de middelen en mogelijkheden om er überhaupt iets mee te doen. Nu in het geval van de familie van Nabil B. Ja, is er dan maar voor gekozen om ze voor een groot deel in het buitenland te zetten. Maar dat is uiteindelijk niet de oplossing. Dat zal meer structureel moeten gebeuren om dit probleem te tackelen. Heb je een beetje vertrouwen wat dat betreft in de top van justitie? De politiek. Ik heb vertrouwen in de kunde van mensen. En als ik zie hoe, als het allemaal gaat zoals het moet gaan, getuigenbescherming in Nederland geregeld kan worden, dan heb ik er alle vertrouwen in. Maar nogmaals, daar moeten wel de financiële middelen ook voor beschikbaar zijn. Dus nu is echt politiek aan zet. Ja, dat denk ik wel. Dankjewel, John. En we zien gauw weer terug hier aan de desk. En tot zover en misdaad vandaag van deze week. Een fijn weekend.